Juliana, 25 jaar, koningin der Nederlanden. Een filmverslag van de historische optocht in Enschede op woensdag 5 september 1973. Ontwerp van de optocht, G. Grijn. Opname, montage, geluid en belichting, Jan Beunen, Alfons ten Tij. Oranje door de eeuwen heen. Wij bevinden ons thans op de opstellingsplaats aan de Tromplaan, waar aanstonds om 3 uur de optocht zal vertrekken. Zal gaan vanaf de Tromplaan over de Wippedastraat, boulevard naar de Lange Straat, waar wij bij het stadhuis over enkele ogenblikken de optocht zullen zien voorbijtrekken. Slot Dullenburg, het begin van het huis van Oranje-Nassau in 1550. Willem van Oranje-Nassau, 1580, de grondvester van ons koningshuis. De Gouden Eeuw. Van 16 tot 1700. Op de wagen ziet u Rembrandt terwijl hij bezig is met het schilderen van zijn bekendste schilderij, De Nachtwacht. De wagen deelt de bruikentijd uit, plus minus 1700. Na 2 stadhoudeloze tijdperken bleek het toch de voorkeur uit te gaan naar het huis van Oranje-Nassau. Vol belangstelling kijken burgemeester en wethouders en het bestuur van het Oranje Comité naar de optocht. Prins Willem landt te Scheveningen. Ons land was van 1795 tot 1830 in deel van Frankrijk. Nadat Napoleon, keizer van Frankrijk, verslagen was, kwam prins Willem ter boot vanuit Engeland naar ons land, waar hij in Scheveningen landde.
koningin moeder Emma, koningin Wilhelmina en prinses Juliana samen op de bekende witte bank met de witte parasol voor Paleis Soestdijk. Tijdens de Duitse bezetting spreekt koningin Wilhelmina vanuit Londen voor Radio Oranje de Nederlandse bevolking toe. In 1945 zet koningin Wilhelmina voor het eerst weer voet op bevrijd Nederland. Overdracht van de troon door koningin Wilhelmina aan haar dochter Juliana in 1948. Figuren in de nationale klederdracht voorstellende de 11 provinciën op Paleis Soestdijk. De optocht heeft inmiddels haar weg vervolgd over de Martelaan en de Oliemolensingel en bevindt zich thans op de boulevard. Thank you.
deze mooie zonnige dag werd besloten met een groot vuurwerk aan de boulevard. Het geheel werd georganiseerd door de Oranjevereniging van Enschede, in wie opdracht de volgende werd samengesteld.